Ze liegen en ze liegen en ze blijven liegen. En je moet lang genoeg blijven liegen, maar ze geloven dat. Dat is een truc dat ze in de propaganda vrij goed kennen. Ik kan dat eerst horen vertalen als citaat van Jozef Goebbels. Maar Jozef Goebbels, en dat vertaalt ze er toch weer niet bij, heeft vele van zijn trucken geleerd van Edward Bernays, die vele vroeger al, dus in die jaren, laten we zeggen, 20, in Amerika al die trucken heeft gebruikt en uitgewerkt. Je was in dienst gepakt, nog voor jaar 20, voor de Amerikaners met propaganda in de Eerste Oorlog te lokken. Want de eerste twee jaren waren die Amerikanen dan niet bij. Voor de rieke dag dat ze hun geld niet ingeweren kregen van de leningen dat ze aan Engeland en nog gedaan aan. En ze toen komen aan de president zeggen, we gaan dat hier moeten gaan rechten trekken, want anders gaan we ons geld niet weer zien. De Duitsers gaan ons die beton voor de raketten en de schepen en de tanks dan dingetje gekocht. Je verstaat dat ook wel. Dus ja, hier die toen een hele campagne hebt gezet. En dan worden we minder als baan de grote mannen. Little Belgium, dat was een begrip in die tijd. Maar jongens toch, de leugens en de verhaaltjes dat ze erop hangen over de moordpartijen en de ellende dat er hier, om weer hier al lange achter het front tellen zaten, wat dat er allemaal gezegd is over de vreedheden van die Duitsers, van die Ulaan, van die monsters. Dat waren bloeddrinkende soldaten en het kost niet op. En toen natuurlijk, de volgende trek was dan ook, dat heb ik al dikwijls gehoord, we gaan dat er een keer gaan oplossen. Winder de Amerikanen, winder gaan dat er een keer recht te zijn, dat gaat niet langer duren. En zijn ze er dan, maar een enorme hoeveelheden gewone mensen, die eerst voor die president gestemd hadden, omdat ze niet naar de oorlog zouden moeten, dan toch, maar ik weet niet veel honderden en duizenden, dan mogen kapotgeschoten worden, in en rond de loopgraven enzovoort, omdat de rieken anders hun geld niet zo weer zien van wat dan ze geleend dan aan dingetje die daarmee wapens ging komen. Dus het gaat weer al over wapens. Het gaat weer al over geld. Het gaat weer over rieken. Dus nog weer een de landen van Syrië en Irak en Afghanistan. Hoe je dat toch onmogelijk maakt voor te leven. Wat ga je dan doen als je daar zit? Je land altijd dit aardig geweest. En zelfs al ging het niet meer zo goed, je ging daarvoor niet naar een ander land gaan gelopen, omdat je nog niet eens de talen kent en je weet wat hij ook gaat doen of niet. Dus de meeste mensen vluchten naar hier. Echt. Ze zeggen, het is hier geen doen, voor mij en voor mijn kinderen nog veel minder. Dus ze proberen naar hier te vluchten. En voor wat vluchten? Voor de bommen van onze jongens. Want onze jongens zitten ook in de NATO en de Hollanders zitten in de NATO. En ze dragen allemaal een steentje bij aan de oorlogsinspanningen van de NATO en van de Amerikanen en van dingetje. Voor heel de boel eroverende te bombarderen. Dus we jagen ze zelf, winder meisje niet, maar de boze van de politiek en het leer, we jagen ze naar hier. En toen zeggen we dan profiteurs. En dat ze buiten moeten en dat ze beter zo versmoren in de zee. Om het al zo weten, toen zijn we toch wel grote smaarlappen. Want we zien vooral dwaze kloten. Niet dom, maar onwetend. Ze vertellen het ons gewoon niet. En wie vertellen het ons niet? Ah ja, de media, de pers. En waarom vertellen ze het ons niet? Omdat de boze van de pers, de grote persmagnaten, de internationale persagentschap, het zijn er maar een stuk of zes met de hele wereld. Dat is eenheids geworden. De deze en de controle over al die media. En als ze er één in dienst pakken, als journalist en als hoofdredacteur, ten eerste kun je al een beetje kiezen en kun je al een beetje rondkijken van wat verkoopt die hier in dat collega zatje. Want ja, plotseling, ze pakken hem in dienst voor de doodsberichten, voor plotseling nieuws van de politiek van Narps Kwarps te doen. En dan kun je al een beetje naar rieten van, je hebt toch niet direct revolutionaire ideeën. Hij stekt hem toch in een positie waar dat ineens redelijk wat geld kan verdienen. Want de meeste hoofdredacteurs, daar zijn ze een keer een studie van gedaan. De meeste hoofdredacteurs in, een jaar of 20 geleden,
vroegen ze, wat is het gemiddelde inkomen van de mensen? En ze schatten dat ongeveer op hun inkomen. En dat was 3 keer zoveel of het gemiddelde inkomen van een gewone mens. Dus die mensen hadden zelf geen realistisch beeld van wat dat eigenlijk de verdienste van de mens was. Ik heb daar zelf niet meer mee bezig zie. De eerste keer dat ik hoorde wat dat sommige mensen verdienden, viel ik ook van mijn stoel weg. Dat is, maar ze is er soms beschaamd in. Dan zeg je, wat mooi, hé, voor zo'n werk wat dat je mag krijgt. Het is eigenlijk een schandaal. Maar enfin, dat is weer een andere discussie. Hé. Die moet gevoerd worden, maar ik zie nu maar wat anders bezig. Dus de mensen die zeggen dat die vreemdelingen die naar hier komen, dat dat profiteurs zijn, dan dat messentrekkers zijn. Ze zijn dat van de Vlamingen ook al, zijn de koolpetten in Wallonië ingewerkt. Dat worden ook die wegliep met hun vrouw en hun haalt. Hey, maar die profiteren dan niet. Hey. Dat is ook iets zaals. Hey. Al wat dat ze elkaar gebruiken ze zelfs al trekken het niet. En de mensen geloven dat vrije haar niet. Wat toch? Ze zijn altijd haar niemand onder hun en iemand dan ze kunnen afgeven. Hey. Want dit is die boven hun stoon. En die onder echt onder druk zijn, dat is goed van. Ze durven er niet aan komen. Dus wat doen ze toch? Ja, afgeven en de schuld geven aan de zwakkere, aan de die dan ze wel aan kunnen. Hé. Die mensen er ook van zeggen dat ze wel, want dat zijn anderen. Hé. Dus ze diaboliseren dit, ze maken er duvels van. Hé. En dat doen we dus, al jaren en jaren. Mensen door uitbutten, weer, hij en ik niet, hé. Maar we zijn wel in slapen. En we laten er wel alles vertellen aan ons en met mijn gelovende aarde, zolang dat we er geen last van hebben. Maar uiteindelijk, de meeste dingen die ze aan ons vertellen, zijn leugens, zijn verdrooiing, is gefoefel en gezever. Dat zijn de graaiers, die lieve, die zeggen, we hebben dat onlangs nog een keer gezien, bij acties van de vakbond, dat ze zeggen, kijk, ze leggen 20 koekjes, hey, pak die 19 koekjes, en ze wezen tot, kijk, de andere, die 10 pak tot dat koekje. Niet die 19 koeken die gepakt worden, nee. Maar dat die vreemdeling die een koekje op, die dat ene koekje op aan de dor, daar de nadruk heb, nee. En de mens geloten er door aanvangen, nee. Want ja, ze zien dat geleerd, nee. Aangeleerde hulpeloosheid, zoals dat mogen zeggen, dan, nee. Dat komt er toch van. Dus ja, we zitten in de naap gelogeerd en we zijn er nu weer mee bezig, nee. Syrië, die mensen zijn uit Syrië weggebombardeerd. Het is nog hun leven, hetzelfde met de Gaza-strook, hetzelfde met Afghanistan. Onrechtstreeks doen we minder dat. Niet omdat we dat beslissen, maar omdat we niet weten voor wat dat we kiezen en wat dat er met onze stemming eigenlijk echt gebeurt. Ze gaan nu godverdomme miljarden en miljarden en miljarden voor de dierste gevechtstoestellen kopen. Best dat we er eigenlijk geen nodig hebben. We kunnen ze het eerst nog een jaar of 6, 7 gebruiken, maar veel minder kosten. En wat doen we met die gevechtsvliegtuigen? En waarom? Ik kon het nog een keer zeggen. Hé. Maar gewoon, hier in België gaan we er niet mee bombarderen. Nee, we zullen ons zelf verhalen. Dus we gaan dan met bommen gaan smitten in een ver land, hoe duren dan ze toen? Het is ook een voorstel. Dan die mensen toch, moet ik je goed inbeelden, is, hè, een bedreiging vormen. Hè, en dat ze ook onder terrorisme naar hier zo kunnen het voeren. Dus wie er terroriseren onder met de beste wapens, hè, en met grote legers van de NATO en Amerika en Engeland, hè, ze worden door kapot geschoten en uitgebut. Maar ons onder verzetten zijn terroristen. Ooit dus hoort over terroristen in die landen. Dat zijn geen terroristen, nee, meisje. Dat zijn vrijheidsstrijders. Dat zijn verzetstrijders die in hun land willen wel. Maar dat mag niet eens, nee. Dat is toch zelf een terrorist. Hè. Ze gooien wel vast en we tonnen, ze gooien wel zwart maken. Dus ja, nee. Dus de vrijheidsstrijders van de een zijn de terroristen van de ander. Maar in dit geval zijn we weer wel in de rol van de slechte, nee, van de smaarlap. Hè. En dat is wat dan ze zitten dat dan ook bezig niet. Zijn dat de westerse waarden? Ja, wat bezig zijn er? Amerika, Europa, België. Hé? Dat zijn democratieën, christelijke democratieën zijn dat.
Dus otak christenen zijn, die door dictateurs op de troon zetten bij ons voor ons te onderdrukken. Dat kan toch niet veel waard zijn, hè? Die dictateurs en dat christendom. Dan zijn ze liever voor de islam, dan ze toch iets meer rechtvaardigheid en voor een primitief ook. Maar nee, Amerika gaat ons hier een keer zeggen wat dat democratie is. Dat wil zeggen, ja, Mubarak Olier, Saddam Hussein en de Tito Al Hunter, de Shah van Iran, en je kan heel de wereld over de zoon, achter al de mannen. Amerika heeft naar een brute tellingen minimaal 81 democratisch verkozen regimes omvergegooid en laten vervangen door corrupte dictaturen. Overal ter wereld.